is. Het is onwijs belangrijk dat een boot natuurlijk glad is. Maar vooral heel belangrijk dat de boot vetvrij is. Want we weten vet en water, dat werkt niet goed samen. We hebben Gemona, dat is een nanocoat technologie. Ja, dat heeft gewoon echt wonderen voor ons gedaan. Want ik zeg, als we dat erop smeren, de glans blijft erbij. Er blijft heel erg weinig partikelen blijven erop zitten. Dat is voor ons het wondermiddel. En ik denk dat we de eerste twee etappes hebben kunnen laten zien hoe goed de boot gaat. Dus een topmiddel voor ons. Maar je weet gewoon alles wat vetvrij is en waar minder rommel op blijft zitten, is gewoon snelheid. Dus het is niet te meten, maar het is denk ik ook een heel belangrijk ander iets is. Dat ook de kleur goed blijft, want dat is natuurlijk ook iets, een boot die zo lang in het zeewater blijft. Dan wil je natuurlijk als sponsor zijn, dan wil je niet dat ineens alles fletse kleuren begint te krijgen. Dus dat is ook een van de dingen waar we naar kijken. We smeren het ook boven het water, omdat, wat ik al net zei, de kleuren, het behoud van de kleuren is heel erg belangrijk. En zo gaan we dat erop smeren. Het is min of meer of de kleur weer terugkomt. Het is een keiharde coating, dus ook geen krassen erop. We kunnen gewoon de boot in een topstaat houden.